Zeggen dat ik ontzettend trots ben dat u er allemaal bent en dat we hier zo'n prachtige tentoonstelling hebben gemaakt met 17 verzamelingen. Want het is echt geweldig dat het team van Marja, het team museuminrichting zoals wij dat hier noemen bij het museum, het zover heeft gekregen dat er zowaar 17 verzamelingen zijn. Dat zijn denk ik altijd gedeeltes van de verzamelingen, want ik denk dat de mensen die verzameld hebben niet hun hele verzameling hier hebben kunnen uitstallen. Het is hier niet zo groot, dat ziet u. Gelukkig, vanaf volgend jaar krijgen we een grote serre daar nog bij, dus dan kunnen we nog veel grotere tentoonstellingen organiseren dan deze. Ik heb ondertussen natuurlijk de verzamelingen al gezien en het ziet er echt prachtig uit. En ik wou eventjes noemen van wat we allemaal hebben en ook even de namen van de mensen die de verzamelingen hebben ingebracht. Om te beginnen hebben we een kleine dierentuin hierboven. We beginnen met Dickie Oele, die eendjes heeft ingebracht. Evaline van der Pas, die eekhoorns als verzameling heeft. En Ilona Hermans, die pinguïns heeft. Dus dat zijn er al drie. Dan hebben we Joke Timmermans, die strijkijzers heeft ingebracht. Hans Omen, die zo u het een en ander gaat vertellen over speeldoosjes en puddingvormen en boekenleggers. Nou, dat is echt een grote verzamelaar. Dan hebben we Caroline Knol, die zelf gaat verhuizen en haar huisraad in een miniatuur poppenhuis hier al klaar heeft gezet. Dat scheelt bij de verhuizing in ieder geval. Theo Adriaanse, die heeft zandlopers en knipsels ingebracht. Die gaat zo ook wat vertellen daarover. Hans Kops, oude gereedschappen. Joke Timmermans en Aldona Bogers, die hebben kerstkaarten ingebracht. Die hangen daar. Prachtig ook. Sjagfik, blikken speelgoed. Speelgoed wat het ook echt doet. U mag er niet aankomen, het zit achter glas. Maar dat is wel jammer, want het is echt. Dan is er een zekere Guido Zuur, die heeft miniatuur bootjes ingebracht. Ook ontzettend leuk. Kan ik u aanbevelen. Joke Hermans, moet Hans Omen vragen of hij wat over zijn verzamelingen. Of ik weet niet of het alle drie gaat, maar in ieder geval over zijn verzamelingen wil gaan vertellen. Dus een hartelijk applaus voor Hans Omen. Goedemorgen of middag eigenlijk allemaal. Eigenlijk is verzamelen is bijna een afwijking, zou je zeggen. Want als je een verzamelaar bent, dan heb je een passie. En die passie die kan soms zelfs heel erg ver gaan. Want normaal gesproken, dan heb je iets en dan is het leuk om daar iets bij te doen. Maar ben je een verzamelaar, dan ben je zo gepassioneerd, dan wil je elke afwijking of elke variant die op jouw verzameling is, die wil je eigenlijk aan je verzameling toevoegen. Soms zijn mensen ook die door die passie in problemen kwamen. Ik neem even Rembrandt. Rembrandt, de grote schilder, die kennen we allemaal wel. En als u ooit eens in zijn huis bent geweest in Amsterdam, dan ziet u dat daar een kunstkamer was met verzamelingen. Hij kwam tot een zekere welstand. En door die welstand wilde hij zich eigenlijk gaan meten met de rijken om zich heen. Hij was zelf inmiddels redelijk welvarend getrouwd, waardoor hij wat meer financiële armslag had. Maar op een gegeven moment wilde hij al die bijzondere dingen die ook de rijken verzamelden hebben. En daar is hij aan failliet gegaan. Dat faillissement heeft overigens wel iets goeds en iets moois voortgebracht. Want met een faillissement komt er een deurwaarder, ook toen. En dan worden al die voorwerpen die dan verkocht moeten worden, die worden keurig gerubriceerd en opgeschreven. Daardoor weten we nu nog steeds precies wat hij gehad heeft. En bij de herinrichting van het Rembrandthuis hebben ze dus uit die lijsten kunnen putten en zodoende weer die hele kamer in die originele oude staat kunnen terugbrengen. Het museum waar ik zelf in Zeeland in Goes directeur van mag zijn, dat is in 1860 begonnen. Dus ook een van de oudste musea van Nederland. Daar hebben op een gegeven moment twee notabelen. Die hebben bedacht dat het toch eigenlijk wel erg zonde was dat al die spullen die er waren, dat die zomaar verloren gingen. En die zijn eigenlijk begonnen met het aanleggen van een verzameling. Want die Rembrandt, die verzamelen we wel. Daar zijn we wel zuinig op. Maar die blikken emmer,
die verzamelen we meestal niet. De gewone gebruiksvoorwerpen die wij allemaal kennen, zijn eigenlijk de minst bewaarde museale objecten. Terwijl over 100 jaar onze nazaten waarschijnlijk net zo goed willen weten hoe wij leefden, hoe wij dat deden. En we zijn allemaal nog van de generatie dat we de typemachine hebben meegemaakt. Maar wie heeft er nou nog een typemachine? We gebruiken allemaal computers. Ja, u heeft nog een typemachine, dat is fijn. Maar bent u waarschijnlijk nog een van de weinigen. Connectie. Ergens goed terecht komt om het zomaar eens te zeggen dat je die gaat beschrijven. Dat je gewoon beschrijft van waar heb ik het voorwerp vandaan, wat is het, waar kijk ik naar, wat voor leuk verhaal is erbij. Want dat betekent dat hier geen museumje gespeeld wordt. Nee, men is op een professionele manier bezig om hier de collecties op een verantwoorde manier te bewaren voor nu en de toekomst. En dat vind ik even een applausje waard. Dan, u bent hier allemaal vandaag. En u bent met velen gekomen. Ik zou zeggen, zegt het voort. Want het werk wat hier gedaan is, de inspanning die hier geleverd is om het museum, u mag het direct zien, ik heb het al even mogen zien, zeg het voort en zorg dat zoveel mogelijk mensen deze winter hier naar het Brabants Museum uit Oosterhout komen. Want ze hebben het nodig. Het is een stukje waardering die dan ook weer op een andere manier wordt overgebracht. Maar het is zeker leuk om hier rond te lopen, je kinderen, je kleinkinderen mee te nemen en hun verhalen te vertellen aan elkaar, herinneringen op te halen. Ik dank dus alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat te doen. En ik laat u even iets uit mijn eigen collectie horen. Dit is een reuze speeldoos. En deze speeldoos is, kun je wel zeggen, de Rolls-Royce onder de speeldozen. Een echt Zwitsers fabrikaat. Ik heb hem in Zwitserland in Zermatt ooit aangeschaft, jaren geleden. En met de mars van Peter Tchaikovsky wil ik dan deze tentoonstelling voor geopend verklaren. Dat het er maar 16 zijn, terwijl ik zei dat het er 17 waren. Mia van der Boom heeft ook nog matroeska's in de dag. Dat was het vergeten. Sorry Mia. We danken inderdaad Hans heel hartelijk. En hij krijgt straks ook nog een ander bedankje in een andere vorm dan alleen maar het woord. Dankjewel. We krijgen straks nog een andere spreker. En dat is Theo Adriaanse, die over zandlopers en Theo het thema tijd zal gaan vertellen. Als u de verzamelingen gaat bekijken, dan komt u beneden eerst bij dat mooie poppenhuis, miniatuur poppenhuis. Let erop dat al die kleine dingetjes zijn door Carolien en haar man zelf gemaakt. Daar zijn lampen bij. Die lampen die zijn van eierschalen. Pingpongballetjes. Oh, ik dacht eigenlijk. Pingpongballetjes. Die heeft ze doormidden gedaan. En die heeft ze bekleed en beschilderd. En zo hangen er lampen in de woonkamer. Het gaat van beneden naar boven. Beneden zijn de kamers van de mensen zelf. Dan kom je naar boven, dan kom je bij de slaapkamers. En dan daar weer boven, daar waren de slaapkamers van opa en oma. Want zo was dat vroeger vaak. Hè? Opa en oma waren ook nog in huis. Werkelijk prachtig. Daar staat er ook beneden de verzameling puddingvormen van Hans. Als u erin geïnteresseerd bent, bij elke verzameling staat een A5'je met tekst. Dat kunt u lezen. Als u verder geïnteresseerd bent, kunt u ook nog hier naar de film kijken. Die is gemaakt door Rinus Kuipers. Echt heel mooi document weer. Dankjewel, Rinus. En dan gaan we naar boven. En daar gaan we dan naar die andere verzamelingen kijken. Theo aan gaan horen. Het verhaal van Theo Adriaanse. U heeft boven, als u al boven geweest bent, de verzameling zandlopers en knipsels gezien. En Theo heeft thuis een kijkkamer, zoals hij dat zelf zegt. En ik geef het woord aan Theo. Ja, en ik zal het niet te lang houden. Daarom heb ik een zandloper meegebracht. En ik ben en als het goed is, zijn we over een kwartier uit. En ik ben verzamelaar van zandlopers en knipsels. En die knipsels, die komen voort uit de verzameling zandlopers.
jullie zullen het vermoedelijk niet hebben gezien, maar op de tipsels tegen de zandloopzaal liggen, daar staan zandloopzaal. En zo zijn er van allerlei soorten dingen waar de zandloper tegenin. En vergankelijkheid. En ik had eigenlijk nooit ook, ja, ik wist wel wat vergankelijkheid was, maar ik had dat nog nooit eens opgezocht. Ik dacht zelfs eens opzoeken wat nou eigenlijk vergankelijkheid is. En vergankelijkheid is toch meer als dat je zo eventjes bedenkt. En je kunt allerlei soorten vergankelijkheidssymbolen of zien. En vaak kom je dan de zandloper tegen. Een zandloper dus is geen klok. Een zandloper is, die geeft een bepaalde tijd aan. Dus die zandloper moet dan ongeveer kort. Nee, die moet niet ongeveer, die loopt hier. En je hebt ze in allerlei soorten en maten. Kinderen, tanden poetsen is ook een heel bekende zandloper. Een kind weet nog niet, ja, ik weet niet dat ze het tegenwoordig niet meer weten, want tegenwoordig kunnen ze met zo'n apparaatje ook heel goed de tijd instellen. Wat wij niet kunnen, maar dat hun wel. Maar als je twee keer die tanden moet poetsen en je draait die zandloper om en je ziet, zolang dat je loopt, moeten ze poetsen. Dan, en de levensstand begint altijd met de geboorte, maar hier zit de dood al klaar met de zandloper. En de zandloper, die zegt tegen de mensen van let op, als die zandloper leeg is, dan heb je heel veel cyclus als het goed is gehaald. Dus dat is dan de levensstraf. Van die levensstraf zijn er heel veel verschillende. Dit is een trend die vermoedelijk heel lang opgehangen heeft van waar dat zo vervaagd is, maar het is wel een trend van, denk ik, op het begin 1800. Straks al even genoemd. Die vier zijn van Theo en deze twee zijn van Aldona. Dat zijn Poolse kerstkaarten. Ja. En dat is nog leuk om iets van te vertellen. Anders loopt hij daar straks aan voorbij. Hier zit een speciale kaart met een zakje. Daar zit ouwel in. En op 24 december, op kerstavond, was het de gewoonte dat je samen aan tafel at en elkaar het beste toewenste. En dat deed je dan door een stukje van die hostie te nemen eigenlijk, want dat is het eigenlijk. Een stukje van die hostie samen te delen en elkaar vrede toewensen. En elkaar vrede toewensen, dan hoop je dat je er zelf ook beter van wordt. Dat is de wens om elkaar te wensen. Maar Aldona heeft dus die kaarten opgestuurd gekregen met zo'n stukje ouwel. Dat is ontzettend leuk. Nou, en dan denk ik dat u heeft, de meeste mensen van u hebben bovenal gezien. En anders gaat u rustig nog een keer kijken. We zijn tot 5:00 open vandaag. We danken iedereen heel hartelijk voor uw aanwezigheid. Zonder u had dit niet zo'n leuke dag geworden voor ons. Theo, hartstikke bedankt. En ik denk dat voor de kerst dit wel van ons komt. Dankjewel. En het hangt.